Hallo en welkom weer terug bij Clueless Video. Mijn naam is Hirat en vandaag laat ik jullie zien hoe wanneer je een YouTube video hebt geüpload op jouw kanaal, dat je daar ook dan een berichtje krijgt op Discord. En dat doen we met een webhoek. Wat is een webhoek? Dat leg ik dadelijk uit. Maar laten we al beginnen. Dit kan je bijvoorbeeld krijgen, of ja, dit ga je krijgen. Er is een nieuw video online. En dan de titel natuurlijk. Daarna de URL. Ik weet niet waarom die altijd bij mij geeft.be. Zit gewoon in Nederland. Hier, ja. Je snapt het wel. Dit is wel leuk voor als je bijvoorbeeld een community server hebt. En je bent, een YouTuber. Dus dat is ook wel handig. Nou, als allereerste gaan we een nieuw kanaal aanmaken. En noemen we deze, ja, wat je maar wilt noemen. Ik noem hem JT Video's. Nou, ik heb hem al gemaakt. Ik heb even twee gemaakt. Nou, dan maak je tenminste een kanaal waar al je, ja, meldingen van je video's komen in te staan, hè. Oké. En nu gaan we bezig zijn met webhoek. Een webhoek is eigenlijk een soort van directe link naar iets. En na wat? Dat zal ik jullie zo direct laten zien. Nou, we moeten wel natuurlijk eerst een webhoek hebben. Dus dan moeten we ook gaan maken. Dus we doen rechtermuisknop op onze Discord bot. Of nee, op onze. Sorry, op onze server. Ga je naar server instellingen. En die staat dan integraties. Vroeger heette dit ook gewoon webhoeks, maar nu werkt die niet. Hier zou je ook je bots gaan laten staan. Daar moet je gewoon vanaf blijven. Nou, hier staat webhoeks. Webhoeks bekijken. Ik heb er al één, omdat het een voorbereiding was. Of ja, voorbereiding. Is wel al van een maand geleden. Maar het werkt. Het werkt. Nou, nieuwe webhoek. Ja, klikken we op nieuwe webhoek. Dit gaan we noemen wat we willen. Ik noem een YouTube bot. En dan doe je je kanaal selecteren waar je video's in komen te staan. Nou, nu moet je deze webhoek link kopiëren. Dit mag je aan niemand doorgeven. En ik laat het jullie wel zien, omdat ik het ga verwijderen, de webhoek. Dat ik dan de webhoek ga verwijderen. Nou. Oh. Nu zijn we aangekomen bij if. Dan, ja. Kan het niet uitspreken. If ttt. If als dat, dan dat. Als het goed is, is dat de betekenis. Hoe dan ook. Nou, in een linkje in de beschrijving vind je deze. Of vind je gewoon de website? Klik je op inlog of get started als je geen account hebt. Ik heb wel een account. Ik ga die even niet aan jullie laten zien. Dus ik ga even snel inloggen. Oké, als je bent ingelogd of een account hebt gemaakt, zoals ik hier, ben nu ingelogd. Ah, jullie zien mijn e-mail niet. Goed zo. Nou, dan klik je hier bovenop create. En dan staat die if the, dit. If this en daarna. Als dit, dan dat. Daarom staat het ervoor. Nou, if wat, als onze YouTube. Hier zoeken we gewoon op YouTube. Staat erbij. Als een nieuwe video wordt gesearched. Als een nieuwe like op je video komt, een nieuwe abonnee, een nieuwe video bij je kanaal, een nieuwe playlist, een nieuw public video op je kanaal enzovoort. Gaat het even allemaal niet voorlezen. Nou, ik ga laten zien hoe je, ja, wanneer je een video hebt geüpload, dat die dan ook daar staat. Dus ik ga bij nieuw public video uploaden, dit is by you, dus mij. Nou, eerst moet je even gaan aanmelden.
En als je dat niet hoeft te doen, kan je hier tussen je YouTube-account selecteren. Mijn is DC Flatcat. En klik je op Create Teacher. Dan is dit het. En dan dat. Nu gaan we beginnen met de webhoek. Dus hier typen we ook dan in webhoek. Ja, hier staat er maar één. Mega web request. Staat erin. Hier. Moet even kijken. Hier moeten we onze ding meegeven. Onze URL die we daarnet van hier hebben gekopieerd. We moeten niet het verkrijgen, de informatie. Ook niet deleten, ook niet optioneel maken. We moeten posten, dus plaatsen in een kanaal. Hier de content. Ja, nu ga ik werken met JSON. Dus we gaan met JSON werken. Hier kan je eventueel vanaf blijven. Hier de body. Nog één in de link in de beschrijving. Kom je op deze pagina. Deze code kopieer je helemaal en je plakt die hier in de body. En klik je op Create Action. En nu klik je op Continue of Confirm. Ik weet niet wat er bij jou staat. Hier dan ook bij Finish. Hier zie je ook alles. Ja, de naam kan je aanpassen. Ik noem het jeet. Oh, ik heb wel last van typen. Hier kan je de connection aan en uitzetten. Hier moet je gewoon vanaf blijven, want dit is niet voor mij. Hier kan je bijvoorbeeld, ik wil een notificatie hebben als er een running is. Maar als je ook iets wil aanpassen, klik je op My Application. Ja, ik heb dit al. Dit is voorbereiding. Dan klik je op jouw applicatie, hoe je hem hebt genoemd. Dank je, Dinant. En dan klik je hier, linksboven, rechtsboven, oh, rechtsboven, op Settings. Ik kan heel even eigenlijk niet meer praten. Hier kan je nog iets veranderen. Bijvoorbeeld, ja, als je een nieuw YouTube-kanaal hebt, kan je het veranderen. Ik doe het niet, want ik ben nog steeds op DC Flatcat. En nou, dan krijg jij, wanneer je een nieuwe video hebt geüpload, krijg je dan zo'n dergelijk. Hier de thumbnail, hier de tekst met de URL, de maker, dus de creator, de URL en hier nog steeds. Hoi, ik ben er weer eventjes. Ik was nog vergeten in de video te moeten zeggen van, ik had eigenlijk geen voorbeeldje om het te laten zien. Dus ik was wel heel erg aan het vertellen, zo komt het wel ondertussen eruit te zien wanneer je een video uploadt. Want mijn video's komen om 10 uur op en ik neem dit niet op in 10 uur. Zoals jullie het zien in de video rechts onderaan. Dat even gezegd hebben. Nu weer even verder met de video van 1 minuut nog. De titel, sorry. En hier nog is een nieuwe video online. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op die douwduimpje. Douwduim. Oh, dit is gewoon 's morgens. Ik kan echt niet meer praten 's morgens. Klik op die blauw duimpje omhoog als je genoten hebt van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Want ja, dit was eigenlijk gewoon geen DiscoBot tutorial, maar gewoon een extra tutorial. Een extra. Want dit heeft ook helemaal niks mee te maken met een programmeren. Nee, dat heeft er echt niks mee te maken. Dus ik beschouw dit als een extra video. Maar ik ga wel weer. Doei!